De derde workout of the week. Er komen mooie scores binnen. Jullie weten me telkens weer te verslaan. Dus ik moet nieuwe oplossingen verzinnen om natuurlijk zelf die nummer 1 te blijven. Nee, grapje. We hebben in ieder geval een nieuw circuit. En dit circuit gaat als volgt. Je start met 6, daarna ga je naar 12. Dan doe je het weer gedeelde 2, ga je naar 6. Dan doe je het weer keer 2, ga je naar 12. En dan nog één keer gedeelde 2, 6. Dus ook weer 5 rondes. De oefeningen zijn wat tragere oefeningen. In ieder geval, ik kan ze niet zo heel snel doen. Mag jij je bewijzen dat je hem op turbo stand kan doen en 2 keer zo snel. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik laat ze zo even nu direct zien. De eerste oefening die je gaat doen, dat is de plyo jump. Dus plyometrische jump. Zet je voeten smal, je springt omhoog, je landt wijd. Dus het ziet er zo uit. En dan het midden. 2, 3, 4, 5 en 6. Daarna ga je naar de push-up met 1 walk. Dus je hoeft 1 keer een walk te doen. Kan ook op je knieën natuurlijk. Kan ook op je tenen. Het liefst op je tenen als je echt wel de energie ervoor hebt. Dus push-up, walk. Push-up, walk. 2. Push-up, walk. 3. 4. Dus doe ik even 4 keer. Zodat de 4 lekker kort blijft. En dan gaan we door met de hip bridge. Foot touch. Dan doe je deze. Hou je die kiesje. Dan ga je hand aan je hak. 2. 3. 4, 5, 6. Vervolgens doe je de shoot-out. Armen gestrekt. Been gestrekt. Uitklappen, inklappen. Uitklappen, inklappen. Doe je ook 6 keer. En als laatste de sit-up. Hand achter je hoofd of meezwaaien als het te zwaar wordt. 1. 2, zo kan die ook. 3. 4. En dat ook tot de 6. Natuurlijk is er een challenge op tijd en die doen we 6 keer. Dus dit circuit doe je 6, 12, 6, 12, 6 en jouw uitdaging 6 keer. De time challenge. Ik ben heel benieuwd naar jouw tijd. Dit wordt mijn tijd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 2, 3, 4, 5, 6, hip bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, shoot out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sit up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go! 42 seconden en 22 achter de komma. Good luck. Ik ben heel benieuwd naar jouw tijd. Of je hem weer beter verbeteren.